Wat jij kunt leren van de ramgoede filmpjes van NOS op 3. Regelmatig maakt NOS op 3 informatieve filmpjes over een actueel onderwerp. Zo is vandaag in het nieuws dat bonden en werkgevers een akkoord hebben gesloten over pensioenen. En NOS op 3 maakte weer eens een filmpje om uit te leggen waarom pensioenen zo belangrijk zijn voor jongeren. Hey! Hey! Ben Kramer, toch? Hey! Ja, hoi. Hey! Rustig, Ben, rustig. Wat is er? Blijf al mijn poen af. Oké. Welke poen? Portemonnee, oude sok, bitcoins? Nee, van mijn pensioen af. Een ramgoed filmpje. En eigenlijk om 3 redenen waar jij wat aan kunt hebben voor jouw volgende presentatie. De eerste reden is dat ze aan het begin van het filmpje direct benoemen datgene wat jonge mensen van pensioenen vinden. Oudere mensen maken zich inderdaad nogal zorgen over hun gespaarde centen waar ze hun hele leven voor hebben gewerkt. Logisch ook wel. Maar jij niet, hè? Pensioenen. Saai. Duurt lang. Ver van je bedshow, joh. Saai en niet relevant. Door dat direct te benoemen herkent de kijker zich in de boodschap die verteld wordt. En die wordt ook nog eens verteld door een jonge iemand die ook weer de kijker herkent en daardoor blijft luisteren. Want als die het zegt, is het misschien toch wel interessant om eens verder te luisteren. De tweede reden waarom het zo'n goed filmpje is, omdat iets heel complex, kort en helder wordt uitgelegd. De fout die we vaak maken is als we over een ingewikkeld onderwerp praten, is om juist te benadrukken hoe ingewikkeld het is. En dan willen we volledig zijn. Maar wat deze spreker doet, is hij kapt heel veel ruis weg, benoemt alleen de essentie die uitlegt waarom dit nou zo'n belangrijk onderwerp voor jongeren is. En dat doet hij helder. En de derde reden, en misschien wel de belangrijkste reden waarom het zo'n goed filmpje is, dat zijn de graphics. Vaak als we graphics of een PowerPoint gebruiken, dan zien die veel te ingewikkeld. Dan zijn ze bijna niet te volgen. En wat in dit filmpje gebeurt, eigenlijk in al die filmpjes van de NOS, dat de graphics die ze gebruiken alleen maar ondersteunend zijn aan het verhaal. En het verhaal dat de spreker vertelt, wordt nog helderder, niet complexer, maar helderder door de plaatjes die ze laten zien. Kortom, benoem datgene wat mensen denken, leg dingen die ingewikkeld zijn kort en helder uit en gebruik alleen functionele graphics. Als je dat doet en je kijkt naar dit filmpje, dan gaat jouw presentatie de volgende keer nog beter. Succes! Vond je dit nou interessant en informatief? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal en dat kan hierboven.